Toen ik hier in Oldenzaal begon als adviseur lokale sport, trof ik een geweldige, leuke gemeente aan, sportminded. Inmiddels een vastgesteld sportakkoord. En ik ben toen aan de slag gegaan in samenwerking met Francisca van der Schilde en met Bart van den Einde. Om met name de structuur voor het sportakkoord, de borging van het sportakkoord, goed neer te zetten. Ik ben eigenlijk begonnen met zo'n compliment te geven over het sportakkoord. En toen hebben we gekeken van welke dingen komen daar nu uit voort en welke dingen zouden beter kunnen. En hebben toen met name gekeken van, goh, we hebben nu zijn 2021, we hebben een sportakkoord. Maar hoe kunnen we nu ook zorgen dat in 2030 deze structuur en deze cultuur goed geborgd is? En ben toen in overleg gegaan met de gemeente Oldenzaal om te kijken of de buurt sportcoaches inderdaad een nadrukkelijke rol konden krijgen in de borging van het sportakkoord. De samenwerking in Oldenzaal is eigenlijk tot stand gekomen door samen met de adviseur lokale sport, de buurtbeweegcoach, verenigingsondersteuner Francisca. En ik als formateur van het sportakkoord. En we hebben daar allemaal een rol in, maar we hebben natuurlijk het gezamenlijke doel om de vitaliteit van sportverenigingen te verbeteren. Daar hebben de bonden een rol in, de verenigingen zelf. En wij kunnen dat met elkaar heel goed faciliteren. Nou, een concreet resultaat van de inzet die we met z'n allen gepleegd hebben is dat de buurtsportcoach Francisca van der Schilde, die al een taakstelling had richting de sport, uiteindelijk ook een cursus heeft mogen volgen bij het NOC-NSF, beter geschoold is, maar nu ook daadwerkelijk binnen haar taakstelling een aantal uren heeft gekregen om verenigingsondersteuning, clubondersteuning te bieden aan verenigingen in de gemeente Oldenzaal. Nou, als je terugkijkt naar mijn rol als adviseur lokale sport in dit proces, is met name mijn advisering van belangrijk geweest, dat ik ook gestimuleerd heb van, goh, gemeente Oldenzaal, ga die buurtsportcoaches in een andere positie brengen, want er is vrij wat gerealiseerd. Inmiddels ook bereikt dat de buurtsportcoach een belangrijke rol vervult als clubondersteuner richting de Oldenzaalse verenigingen. Ook een binding heeft gekregen, ook contact heeft gekregen. En dat heeft inmiddels geresulteerd in een groot aantal trainingen en workshops die we aan hebben kunnen bieden ten behoeve van die clubs. De inbreng van adviseur lokale sport heeft ervoor gezorgd dat verenigingen veel actiever op zoek zijn gegaan naar hun eigen behoeften. Moet het bestuur versterkt worden? Moet de kennis van de trainers bijvoorbeeld versterkt worden? En de adviseur lokale sport heeft dat met name geïnitieerd en gefaciliteerd. En brengt daarmee de verenigingen op een hoger niveau. Sportbonden hebben natuurlijk verenigingsadviseurs die actief zijn in de regio. Maar die hebben maar beperkt tijd en ook beperkt middelen beschikbaar om daadwerkelijk ter plaatse actief te zijn. En dit is echt een toevoeging daaraan. Op het moment dat je nu merkt dat trainers aanbiedingen krijgen om een cursus aangeboden te krijgen van die sportbonden, dan zie je dat er een prima wisselwerking is ontstaan. Nou, als je naar de toekomst kijkt in de gemeente Oldenzaal, is er een mooie koppeling ook gemaakt tussen het sportakkoord en het preventieakkoord. De lijnen zijn ook nadrukkelijk uitgelegd voor meerdere jaren. Dus ik denk dat op deze wijze met name de verbinding tussen allerlei sectoren, niet alleen maar sport, maar ook club en sportoverstijgend, geborgd zijn. En dat die zeker nog nieuwe resultaten met zich mee gaan brengen. De toekomstverwachtingen hier in Oldenzaal zijn wat mij betreft dat we met de kerngroep zoals die nu geformeerd is door kunnen gaan. Dat het niet ophoudt in 2022, maar dat we de komende jaren met die kerngroep de sport in Oldenzaal nog beter kunnen versterken.